We vinden ons hier op het Don Bosco speelplein van Groene Zolen in Heverlee. Ik ben Michiel Kund. Ik ben mondig hoofdman en pleinleider op de speelpleinwerking hier gedurende de 5 weken van de zomer. Het aantal kinderen dat hier komen, dat is variërend van week tot week. We hebben dagelijks bijna altijd 350 kinderen gehad. We hebben ook veel en goede monitoren die hier met volop enthousiasme staan. En het lukt altijd om die groep te trekken. Dat is voorlopig nog geen probleem geweest. Ik ben Clareline. Het is mijn 8e jaar op dit speelplein. Ik ben hier hofmanny deze week. Ik ben hier echt mogen openbloeien. Ik was eigenlijk heel verlegen. En ik heb hier echt kansen gekregen van kijk, je bent een goede monnie en we geloven in u. En nu ben ik eigenlijk bij de laatste monitoren. Dus, en dat probeer ik ook wel door te geven. Er is zeker een vriendschapsband tussen de monnies die er ontstaat. Dan merk je, door het jaar ook, zijn er verschillende activiteiten voorzien. Mensen spreken onderling af. Je ziet dat op de Facebook-site zit je ook heel veel connecties met elkaar en zo. Ik heb zelf ook een aantal heel goede vrienden die ik tijdens het jaar en na het plein ook nog zal blijven zien. Er zijn veel dingen ook met spelen. Ik heb hier een leuke leiding. Nu gaan we van alle spelen. Trainbal met verf. En balspelletjes en toneelstukken. Speelplein is super cool! Er wonen hier ook nog zusters van Don Bosco, die hebben ook de eindverantwoordelijkheid. Op het speelplein zelf vindt hij dat terug in een aantal momentjes tijdens een dag. 's Ochtends verzamelen alle kinderen aan ons podium en dan starten we de dag met een toneeltje, maar daar zit ook een gebedje in bijvoorbeeld. 's Avonds, als de kinderen naar huis zijn, verzamelen we ook alle monitoren om 6:30. En wij hebben een stil moment eigenlijk waar dat wij eigenlijk ook een tekstje voor lezen. Ik vind dat zinvol. Want ik sta ook nog op andere werkingen en die hebben dat niet. En ik voel wel duidelijk het verschil. Dat is ja, omdat we op een Don Bosco speelplein staan. En dat avondwoordje is eigenlijk... Allee, Don Bosco was een priester. Dus die vond dat sowieso wel belangrijk. Maar omdat niet iedereen, ook op ons speelplein, is niet iedereen gelovig, is dat niet zo dat wij daar zitten te bidden of zo. Dat is vrij toegankelijk. En dat vond ik het leuke. Want in het begin dacht ik van, wat is dit, man? Ik dacht echt dat het een secte was of zo. Maar nu, ja, nu doe ik zelf avondwoordjes en het is heel toegankelijk. Ook als wij vieringen, we hebben in de zomer van 5 weken hebben we 2 vieringen. Je mocht kiezen, gaat je een hostie halen of niet. En die priester die staat daar gewoon met zijn fans en zijn t-shirt. Als ik ook tegen mijn vrienden zeg van ik sta op een Don Bosco speelplein en er zijn zusters, die kunnen dat niet vatten. En die denken echt dat dat zo mensen in een habit zijn. En dat is helemaal niet zo. Allee, die drinken ook af en toe een pintje, die spelen zelfs mee. En zij zorgen ook wel dat die hele Salesiaanse visie van Don Bosco doorgegeven wordt. Dus ik denk dat ze echt wel heel veel doen voor ons plein dat wij niet allemaal kunnen bevatten. De visie van Don Bosco nemen wij vooral mee in het feit dat wij die kansen blijven en blijven. Iedereen is welkom. Sommige kinderen hebben het moeilijker, kunnen daar ook niet altijd iets aan doen. Er worden in sommige werkingen niet toegelaten. Het idee van ons is om die wel allemaal een kans te geven. De kinderen hebben recht om te spelen. Ze moeten niet anders bekeken worden omdat ze misschien een beperking hebben van het een of het ander. Dus iedereen is welkom. Iedereen krijgt die kans om dat te proberen. En we proberen dat op die manier duidelijk te maken ook aan de monitoren en de kinderen. Je hebt zo een paar momenten op een jaar waarvan je iets ziet, kinderen of monitoren die iets aan het doen zijn waarvan je denkt van wauw, dit is eigenlijk echt heel knap. En het zijn die momenten die, dat geeft mij gewoon een heel goed gevoel en daarvoor blijf ik terugkomen. Deels natuurlijk, deels ook gewoon omdat ik het nog altijd graag doe en in deze groep mij heel goed voel, mij hier thuis welkom voel en wil dat dit blijft draaien en dan nog altijd deel van uit wil maken.